Ik zou mij kunnen voorstellen dat de ouders heel erg bang zijn dat de kindertjes ziek worden. In verschillende delen van Rotterdam heeft men last van ratten tegenwoordig. Maar het lijkt alsof in de Afrikaanse wijken het probleem nog groter is. Margreet Rolink is lid van de wijkraad en zij kan er ons alles over vertellen. Margreet, de Afrikanenwijk heeft de afgelopen jaren aardig wat voor de kiezer gehad. Jullie hebben het ook aardig druk gehad als wijkraad. Ja, zeker. Maar nu is er een probleem wat best wel heel apart is. We hebben ratten in de wijk, heel veel. En ja, dat is smerig. En mensen zijn er bang voor. Je kan de ziekte van wel krijgen. Ja, je huisdieren kunnen ziek worden als je je hond uitlaat. Dat is ook niet fijn. Dus dat is best wel een probleem. Ik denk misschien wel net zoveel als in Delfshaven, want daar heb je de grote visserijmarkt. En wij hebben natuurlijk de Afrikanenmarkt, ook een hele grote markt. En dan heb je ook nog heel veel mensen, die gooien gewoon vuil op straat. Rijst, broodjes, noem maar op. Ja. Hoe gaan jullie als wijkraad daarmee om dan? Hoe spreken jullie bewoners daarop aan bijvoorbeeld? We vragen de bewoners om elkaar ook te attenderen daarop. Maar dan krijg je wel te horen, ja, maar dan krijg ik allemaal verwensingen naar mijn hoofd. En ik krijg ruzie met de buren. En er zijn enorme eigenwijze bewoners. Dus die trekken zich nergens iets van aan. Dat is gewoon heel lastig. Ik had het geluk dat een bewoner zei van, goh, Margreet, nu met de corona lijkt het of er minder ratten zijn in het park. Want ik kom de plaagdierenbestrijder tegen elke dag. Ik zeg, oh ja? En weet je zijn naam en zijn telefoonnummer? Nou, helemaal geweldig. Dus ik kon direct contact maken. Dat was ook wel bijzonder. En die meneer heeft aan zijn manager gevraagd of hij met mij een schouw kon maken. Plus de bewoners. En dat hebben we gedaan. 4 uur lang. We zijn er al heel lang ook mee bezig op verschillende manieren. Vroeger, wat mijn collega ook zegt, gebruikten we makkelijke gif. Dat mag niet meer volgens de nieuwe wetgeving. En dus zijn we de laatste jaren vooral bezig geweest met klemmen om te vangen. Alleen omdat we de oorzaken niet aanpakken, dan dus dweilen met de kraan open. Nou, de warmtebeeldcamera, het enige wat de warmtebeeldcamera doet is warmte registreren. Dus je kan op vrij grote afstand kan je alles wat warm is kan je zien. Dus een rat die boven de grond komt kunnen wij op 500 meter afstand in volstrekte duisternis zien. Als wij ze waarnemen kunnen wij ook een gerichte bestrijding uitvoeren. Je kan ook wat bijvoorbeeld hier op de hele dijk doen. Als je ziet dat de rat ergens een holletje ingaat, kan je het holletje dichtspitten. Je kan de omgeving onaantrekkelijk maken. Je zou op die plek klemmen kunnen zetten. Maar ja, als we met z'n allen het voedsel van de straat laten, dan hoeven we die aanpassingen allemaal niet te doen. Hoeven we daar geen geld aan uit te geven. En ja, dat maakt het niet makkelijk. Daar moeten we integraal met allerlei partners in de buitenruimte mee samenwerken. Woningcorporaties, vastgoedeigenaren. Mensen uit de gebieden van stadsbeheer, schoon, heel veilig, alles moet betrokken zijn. Als laatste nog een hele belangrijke, de wijkraad in deze wijk en wijkraden elders en gebiedscommissies in Rotterdam. Die hebben nog een hele belangrijke taak ook om te helpen de gedragsverandering van die burger plaats te laten vinden. Nou ja, wij kunnen natuurlijk zelf moeilijk alle 10.000 bewoners opzoeken. Dus we hebben de gemeente expliciet gevraagd daar een groot voorlichtingsplan op te zetten. Dat is nu gaande? Of dat... dat moet nu georganiseerd worden. Natuurlijk ontzettend onhygiënisch om die ratten over je voeten te laten lopen.